Deze nieuwsuitzending die gaat over het bedrog van de FVD. Ik zag hem al aankomen. Ik vertrouwde niet die Thierry Baudet. Hij is mij te glad. En wat zag ik nou gisteravond bij Eva Jien? Er zat Thierry Baudet met een gozer die ik verder niet ken. Een soort nieuw licht aan het firmament. En die werd Europarlementariër voor de FVD. En die gaat de Europese Unie van binnenuit veranderen. Ja, ja. Nee, dat helpt. Wat valt er nou te verbeteren? Want ik denk dat het daarom gaat. Hè? Want veranderen, dat daar heb je allerlei ideeën bij. Maar het gaat dan hopelijk om een verbetering. Mag ik hopen. Maar wat valt er te verbeteren aan de EU? Welke taak of taken waarvan wij vinden dat daar een Europese Unie voor nodig is, zou de Europese Unie beter moeten invullen? Welke taak of taken? Ik geef je 20 seconden. Kijk, er was een tijd, hadden we geen Europese Unie. Ben je het met mij eens? Welke problemen hadden we toen? Zodat we allemaal dachten, oh, laten we maar een unie gaan vormen. Ja. Noem er een. Ja, ik zou het niet weten. Hoor. Ik laat dit geheel aan jullie over. Aan jullie geschiedeniskenners. Misschien dat je het moet vragen aan je opa. Misschien dat die het nog weet. Maar jouw kind, in de jaren 60 hadden wij een heel groot probleem. En toen dachten wij, oeh, wee, oeh, klaag. Maar toen hebben wij verzonnen dat er een Europese Unie moest komen. En die problemen zijn nou voorbij. Alleen, ja, de FVD die gaat het wel even wat efficiënter aanpakken. Die gaat de EU verbeteren. Ja, bye bye Nexit dus. Ja, die man van de FVD, die dus nu in het Europarlement gaat zitten. Tenminste, dat stond eronder, hè. Europarlementariër FVD, bij Eva Jinek. En neem ik aan dat hij in het Europarlement zit. Ja, die gaat even lekker stemmen tegen een nek zitten. Dan is hij zijn baan kwijt. Ah. Wat krijgt hij dan? Een wachtgeldregeling? Langzaam afzakkend naar bijstandsniveau? Ik dacht het niet. Ja, die man blijft lekker zitten natuurlijk. Natuurlijk. Dat nou. Dat is het bedrog van de FVD. Maar wat is nou het hele punt? Waarom zitten we überhaupt in de EU? Het was ooit begonnen als een handelsverdragorganisatie. Het zou de handel tussen de Europese landen gaan stimuleren. Nou, wat ze hebben gedaan, ze hebben de handel tussen Europese landen complexer gemaakt. Met als gevolg dat er klanten waren van mij in de jaren 90 die stopten met Europese handel. En zich alleen nog maar bezig hielden met Nederland. Ze hadden nog wat business in Engeland, want dan, daar viel het nog mee. Ik weet niet wat de status van Engeland in die dagen was met de EU. Daar kon nog wel handel mee gedreven worden. Maar niet meer met Duitsland. Dat was voorbij. Die Duitsers die hadden gezegd, nein danke. Dat is zu complexiert worden. We schaffen das nicht. Hoppakee, dat was de EU.
Accountantskantoren in Nederland hebben daar moord en brand over geschreeuwd. Ik heb die publicaties gezien. Er niemand wat mee gedaan. Wat moest de EU dan doen? Wat mankeerde er nou aan de handel? Nou, er waren allemaal verschillende valuta. Ja, en er waren koersafspraken. Ja, maar die koersen die fluctueerden. Ja, nou maar. Het was gewoon zaak dat als je leverde aan het buitenland, in Frankrijk of zo, ja, dat je er niet een betalingstermijn afspreekt van 3 jaar. Want ja, over 3 jaar kan de Franse frank alle kanten uitgeschoten zijn. Daar kan je op verdienen, maar daar kan je ook verschrikkelijk op verliezen. En je bent een handelaar in dakgoten en niet een valutaspecialist, speculatief bezig. Hè? Schoenmaker hou je bij je leest. Maar als jij een product verkoopt en je hebt een betalingstermijn van 4 weken... of 2 weken, wat denk je dat je voor valutarisico loopt? Gaat het weg. Dat was helemaal geen probleem. Het was een beetje moeilijk om geld over te maken naar het buitenland, omdat die banken het allemaal zo ingewikkeld deden. Ja, nu heb je dan een internationaal banknummer en dat is dan wel handig, maar ik vraag me af in hoeverre het momenteel mogelijk is dat ik in mijn Rabobank applicatie even €25 overmaak aan mijn nicht die in Turijn zit. Perry, kan je me even wat overmaken, want ik ben beroofd gisteren. Toen zeg je natuurlijk Messi. Nee, ik denk het niet. Maar dat gok ik hoor, dat weet ik niet zeker. Wat hebben we nou gehad aan de EU? Wat heeft het opgeleverd? Welk probleem is de wereld uitgeholpen? Nou, geen enkel. Nul. En wat heeft dat gekost tot nu toe? Nou, dat hele Europese avontuur, dat is al bezig vanaf. Dus de jaren 70 of zo zijn we er al mee begonnen. En toen kostte het nog niet. We betalen momenteel iets van 12, 13 miljard per jaar. Maar toen dan niet. Maar in totaal heb je het over honderden miljarden. Dat is ons geld. Dat is diefstal. En het wordt weggedaan alsof ze heel erg weldoenend zijn. En wow, als we geen EU hadden gehad, dan waren we allemaal aan de bedelstaf. Dat is helemaal niet waar. Er zijn 2 landen in Europa, midden in Europa. Daar heb ik het niet over Turkije, want de vraag is of Turkije Europa is. Er zijn 2 landen midden in Europa, die zitten niet in de EU. Weet jij welke? Ja, die ene is Zwitserland. En dan heb ik even zo'n, dit is een website. En die heet Cirelo.nl. Alles over verhuizen en verhuisbedrijven. Die heeft een artikel. 5 redenen waarom Zwitserland niet in de Europese Unie zit. En reden nummer 5 is dat het economisch heel erg goed gaat met Zwitserland. In dat land komt meer geld naar binnen dan dat eruit gaat. De belastingen zijn laag en het bedrijfsleven is zeer vruchtbaar. De economie van het land is de meest vrije van alle Europese landen en een van de beste van de hele wereld. Dat is de 5e reden waarom Zwitserland niet in de EU zit volgens Cirelo.nl. Met 1 klik met de muis kan je een offerte aanvragen om te verhuizen naar Zwitserland. En dat duurt maar 1 minuut. Ook is het zo dat Zwitsers
Die mogen vrij rijden binnen de Schengenzone of zo. Reizen binnen de Schengen. Schengengebied. Ze hebben ooit een referendum gehouden en meer dan de helft was, we hadden helemaal geen zin. En er zijn mensen, buiten Zwitserland natuurlijk, en die zeggen, ja, dat was een gemiste kans. Ja, dus niet. Staat hier al, de economie is sterk. En ook de financiën zijn gezond. Ten opzichte van andere Europese landen zijn weinig burgers werkloos. Dus dan zie je de effecten van de EU. Snappy. Ja, vind je het gek, als Nederland, wij hebben toch echt... Het moet 100 miljard, minimaal 200, misschien het tot al 300 miljard euro betaald aan het hele Europese project. Ja? En dan pak ik eventjes de rekenmachine erbij. Dat doe ik dan altijd graag in dit soort verhitte momenten. 300 miljard, dus 300. Dan 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dat is 300 miljard. Dat delen we door gemiddelde bevolking in die tijd. Dat is dan zeg maar 15 miljoen. 15. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dat is per burger 20.000 euro. Dus als we niet in de EU hadden gezeten... Dan hadden wij per al die burgers 20.000 euro gehad. En dat is ook van al die mensen die overleden waren. Dan inmiddels allemaal op de erfenissen en zo. Met andere woorden, we waren dan nu 500 miljard euro rijker met z'n allen. Dus nog even terug. Dat hadden we ook al gezegd. Even clear. 500 miljard... Even kijken hoor. Dat is een 500.000 miljoen. Even voor het gemak. 500.000, 1, 2, 3. En dat delen door het aantal burgers wat we nu hebben. Dat is inclusief baby's en ouderen van dagen. Gewoon iedereen. 20 miljoen. 20. Ah, 25.000 euro. Dan was iedereen, inclusief de baby's, 25.000 euro rijker. Ja, maar dan kan je een nieuwe dakkapel aanschaffen, dacht ik. Hè? Een gezin van 4 kinderen was dan 100.000 euro rijker. Die hele gein met die EU, dat kunnen we helemaal niet betalen. Daar gaan we aan onderdoor. En Thierry Baudet die gaat hem ook nog een keer... Een van zijn vriendjes op onze kosten de EU van binnenuit laten veranderen. Ja, hoe kan je nou een criminele organisatie gaan verbeteren? Die alleen maar geroofd en gestolen heeft en ons bedrogen heeft en ons volpompt met absoluut ridicule immigratiemaatregelen. En CO2-belastingsprojecten. En flikker erop. Ja, als ik de enige ben in Nederland die zich hierover opwindt, hou dan maar op. Er moet er ook een ander zijn die beseft 25.000 euro. Dus in mijn portiek, daar wonen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mensen. Zeg 10. In ons portiek gaat er dan 250.000 euro op vooruit. Nee, maar dan kunnen we wel even een buurtfeestje geven. Hé? Maar als altijd geld... Want altijd geld is weggestroomd naar een groot zwart gat... wat de godganse tijd loopt te vergaderen. En met blondines en brunettes en cocaïne... En het is niet alleen maar barbecuen, maar ook een beetje afterparty. Hé? Want we zijn zo moe van al het vergaderen. Ja, leer mij toch hoe dat werkt. Ja, Zwitserland heeft daar geen last van. De belastingen zijn laag.
Het bedrijfsleven is vruchtbaar, zeer vruchtbaar. En de economie van het land is de meest vrije van alle Europese landen. Ja, natuurlijk. Want wat doet Europa anders dan wetten afkondigen? En als je in je neusgat peutert, dan moet dat per se met de rechterwijsvinger. En niet meer met de linkerwijsvinger in het rechterneusgat peuteren. Want dan komt er anders een controle en dan krijgen we ze dadelijk pasjes. Ja, er zijn uitzonderingsgevallen van mensen die willen toch met de linkerwijsvinger in het rechterneusgat. Maar die moeten dan maar een pasje aanvragen. Maar dan nog, in het openbaar vervoer mag het niet. Want dan kunnen andere mensen dat zien en dan geef je alleen maar een slecht voorbeeld. Schrikkelijk. Wij worden beroofd waar we bij staan. Leuk mailtje van mijn tante. Een gezeik met mijn dochter, dat schijnt enigszins van buiten te zijn. Krijg je weer nieuw gezeik voor terug? Kleine meisje, kleine problemen. Grote meisje, grote problemen. Nee, die van mij gaat wel. Met er wel vertrouwen in. Maar terug naar die Zwitserland. Is een land, zit niet in de EU. Een andere land. Dat zit ook niet in de EU. Welk andere land zit niet in de EU? Weet je het? Nee, niet Oostenrijk. Oostenrijk zit erin. Duitsland zit erin. Denemarken zit erin. Zweden zit. Is dat EU? Europa? Frankrijk zit erin. België zit erin. Portugal zit erin. Spanje zit erin. Liechtenstein, wacht even. Nee, Liechtenstein zit er ook niet in. Ze staat hier toch ergens? Dat zag ik ergens staan. Iets met het Schengen-verdrag of zo. Er zijn een aantal. Ja, Liechtenstein, dat is toch ook Europa. Ja, die zit er ook niet in. Maar die bedoel ik niet. Het land is wel. Nee, het land is kleiner dan Liechtenstein. Dat is Vaticaanstad. Dat is een land. Is het misschien niet? Dat is een land. Dat is een staat. Zit niet in de EU. No way. Dus waarom niet per onmiddellijk ons lidmaatschap, onze verhouding tot de EU gelijkstellen aan die van Zwitserland en of Vaticaanstad en of Liechtenstein? How hard can it be? Dan hoeft niemand ons meer te vertellen hoeveel migranten wij op moeten nemen. Hoeft niemand ons meer te vertellen aan CO2-maatstelling, belangstelling, maatregelen wij hoeven te voldoen. Dan gaan we allemaal even lekker zelf bepalen. Moeten we wel durven? Dat is wel heel eng. Moeten we een als Nederlander? Moeten we voor Nederland zelf gaan zorgen? Oh, maar dat durf ik niet meer. Oh. Ja. Kom per nu. En helemaal niet de EU van binnenuit verbeteren. Want iets wat helemaal niet werkt, dat kan je niet verbeteren. Je hebt een auto, er zit geen motor in. En iedereen denkt, dat is wel gek. Iedereen keer ga ik in die auto zitten. En dan roep ik nog wat toet toet, opzij, opzij. En dan ga ik wel op die pedalen zo. En dat is best vermoeiend hoor. Dus ik op die pedalen te trappen en dan zit ik aan het stuur te draaien. En dan denk ik even later, nou ik zit nu 1,5 uur in mijn auto. En dan stap ik uit en dan sta ik nog steeds op de Rode Burgstraat. Ja, vind je het gek, er zit geen motor in. Nou, maar dan gaat dat Thierry Baudet iemand sturen en die gaat die auto verbeteren. Ja, hoor dan. Een motor erin te doen. En welke motor moet er in de EU? Wat moet de EU überhaupt doen? Ja. Ons een beetje lopen vertellen van, oh, je moet dit en je moet dat, je moet zus en je moet zo. Er was een tijdje terug, de gemeente, nee, provinciehuis van Noord-Holland, die wilde nieuwe koffiezetautomaten. En die vroeg gewoon fair trade. En dat is aan de leveranciers. En als je dan een koffiezetautomaat levert, dan willen we wel graag fair trade. Dan was er iemand van de EU die zegt, oh, dat mag niet. Nee, dat is vooringenomenheid bij de openbare aanbesteding.
Moest de gemeente, de provincie Noord-Holland, moest die offerte intrekken en een nieuwe offerte maken. En daar zit je op te wachten. Want Thierry Baudet, die houdt ons voor de gek. Dat is waar ik hem van beticht. En als voor het einde van het jaar, of voor het einde van volgend jaar, of als het dan allemaal te goede gekeerd is en we zijn eindelijk uit de EU en we hebben dezelfde status als Zwitserland, dan trek ik mijn woorden in. Maar wel binnen afzienbare tijd. Want ik ben niet vergeten dat meneer van de FVD tegen zijn kompanen heeft gezegd, we stemmen tegen de motie van de PVV die om actie vroeg. Nou vertrouw ik Geert Wilders ook niet. Want dat is volgens mij ook een schijngevecht tegen de EU. Op kosten van ons. Ja, CDA is voor EU, PvdA ook. Iedereen, al die ambtenaren, het is een stelletje tuig. Die zitten allemaal te aasen op een lekker baantje in Brussel. Want de salarissen zijn er echt een stuk hoger dan hier in Nederland, hoor. Aasgieren zijn het. Roofvogels. Parasieten. Schijnoplossingen aandragen. Die hartstikke duur zijn. En wij maar verbaasd hebben, ja, dan moet het ziekenhuis dicht, want er is geen geld meer. Ja, vind je het gek? Dat zag ik ook in de Gelderlanden staan, die uitzending die ik heb weggegooid. Daar heb ik iets lelijks gezegd. De grap was, ik zal hem even vertellen, maar... Ik insinueerde dat er Europese regels waren voor het fusiëren van Kamerleden. Dat je die alleen maar even hoeft op te vragen. Ja, ik vond hem zelf wel grappig, maar ja. Maar nadien zie ik hem eigenlijk nog steeds grappig. Ik zie het al voor me. En dan kan je Kamerleden fusiëren. Maar dan wel volgens de Europese regels. Ja, ik wil een koddige opmerking. Maar ik denk dat doe ik niet. Ja, nu heb ik het ook gezegd, maar ik denk, dit is in de context. Hè. Oh ja, ja. Hé, hey, wat wil ik nou zeggen? Ben ik van me apropos? Oh nee, ik ben het weer. Er zijn iets van 3000 veroordeelden. Die zijn een heel klein beetje zoek. Oh, 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 oh. Ja, maar wat doen ze nou? Dan heeft iemand wat stouts gedaan. En dan, mensen wat zeggen, die bellen de politie. En zeggen, ja, die hebben wat stouts gedaan. Dan gaat de politie gaat op onderzoek uit. En dan zegt de politie, ja, die hebben wat stouts gedaan. Dan pakken ze zo iemand op. Dan stoppen ze hem in het huis van bewaring of zo. En dan wordt hij voor de rechter geleid. En dan zegt de rechter, nou, je bent stout geweest. Jij moet voor zoveel maanden in het gevangen. En dan wordt zo iemand vrijgelaten en die moet dan wel naar zijn brievenbus kijken. En die krijgt dan zelf een ansichtkaart van de overheid. Van nou, u bent van harte uitgenodigd om 13 mei om 4 uur 's middags te verschijnen in gevangenis het bewakertje. Te luisteren. Als je iemand, dan gaan ze ervan uit van nou, er komt natuurlijk iedereen. Want Boontje, die komt heel graag om zijn loontje. Dus al die mensen denken, hoi! Ik mag eindelijk mijn straf gaan uitzitten. En dan heb ik weer helemaal schone kaart, schone leien. Kan ik nieuw fris beginnen. En natuurlijk niet. En 8%, ja, 8% hè, van die veroordeelden die dan dachten van, nou ja, ik ben veroordeeld. Maar ja, wat zal ik zeggen? Ja, ik kijk niet zo vaak in mijn brievenbus. 8%? Ja, dat zijn Nederlanders. Ja, stout hè, die Nederlanders. En die 92%, dat zijn geen Nederlanders. Nee.
Leuk hè, dat vrij reizen binnen de Europese Unie. Dus hier in Nederland loopt dus 2% van 3000, dat lijkt mij 60 man. Oh, nou 3000 min 60 is dan 2940 veroordeelde buitenlanders. Ja, waar ze rondlopen, weet ik niet. Misschien wel in Nederland. Ja, waarom zouden ze terug gaan naar het buitenland? Ze zijn toch criminelen? Die kunnen overal stelen. Roven. Auto's inbreken. Ik ken iemand en die belde de politie. Die woonde aan de rand van een industrieterrein. En die zei, er is een inbraak gaande. Oh, kunt u iets vertellen over de plegers? Hij zei, ja, dat lijken mij een stelletje buitenlanders. Oh, nou, niet mee bemoeien. Ja, zei die man, en jullie komen eraan? Nee, te complex. Moet je in Zwitserland flikken? Moet je in Zwitserland eens proberen? In Zwitserland moet je een keer zo'n industrieterrein even proberen in te breken en een lokale Swiss, die ziet je. Ja, al die Zwitserse mannen, die hebben verplicht een gun in huis, weet je nog? Je bent een lul, jongen. In Zwitserland zijn de belastingen laag en het bedrijfsleven zeer vruchtbaar. De economie van het land is de meest vrije van alle Europese landen en een van de beste van de hele wereld. Ja, vind je het gek? Kijk, het is jouw bedrijf niet, daar op het industrieterrein, wat beroofd is door een stelletje Bulgaren. Dus jij denkt er geen last van te hebben. Maar die familie, denk ik, meestal zijn het familiebedrijven of zo, hè? Die familie is mooi de bok. Die komen 's morgens op het werk en punt 1, de hele boel is kapot. Dan kunnen ze gaan bellen voor de reparateur. Plus, er is van alles verdwenen. Computers, zeg maar. Inclusief gegevens, dat is een schade, jongen. En wie vergoedt dat? Ja, helemaal niemand, man. Of je zegt, nou, dan krijgen ze van de verzekering. Ja, maar dan gaat de verzekeringspremie voor alle bedrijven omhoog. De verzekeringsmaatschappij is niet Sinterklaas. Een verzekeringsmaatschappij die int premie, daar houden ze minimaal 10-20% voor zichzelf en 80% keren ze uit. En als er meer wordt uitgekeerd, dan gaan de premies omhoog. Ja, maar dat merk je individueel niet. Nee. Maar wel landelijk. Hè? Kom jongen, pak je rekenmachine. Hij moet als een sodemieter uit de EU en de grenzen moeten dicht. Je komt er gewoon niet meer in als je geen Nederlands paspoort hebt. Je komt er niet meer in. Doei. Ja, maar dat is zielig voor de Syriërs. Nou, dan gaan ze maar naar Saoedi-Arabië toe. Hoeveel vluchtelingen heeft Saoedi-Arabië de laatste jaren opgenomen? Helemaal niks, toch? Nou, hoppakee. Israël. Het is mooi genoeg geweest hier in Nederland. Hier in Arnhem hebben we 30% buitenlanders. 30%. In de jaren 60 was dat misschien, ja, we hadden wat Indonesiërs en Ambonese, en Molukkers, dat is wel niet helemaal hetzelfde, maar ongeveer, en wat Surinamers. Maar die mensen spraken allemaal Nederlands. En die Indonesiërs die ik ken, die noemden hun kinderen Jan, Piet en Klaas, hoor. Die zijn zo ingeburgerd als wat. En met die Syriërs kan je best wel lachen. Maar met die Koerden en die Syriërs en die Libiërs en dat valt helemaal niet mee te lachen. En dan moet je kijken wat er allemaal op een uitkering zit. Hè? Onze sociale kassen, die gaat meer dan de helft gaat naar buitenlanders. Elke maand. Week gaat dinsdag ga ik naar meneer de overheid heel netjes beleefd vragen om een
een kleine bijdrage in mijn maandelijkse lasten. Ja, voor hetzelfde geld als de poenhap. Want Ali en Hassan zijn me voorgewijs. Nee? Laat ze mij verrekken hoor. Dat weet ik nu al. Trek het even weg. De FVD, die gaat dus iemand naar het Europees Parlement sturen. En die gaat de EU van binnenuit veranderen. Not, want dat lukt die man in zijn eentje helemaal niet. Omdat je niet weet waarmee je te maken hebt. Want Zwitserland en Vaticaanstad zitten niet in de EU. En Vaticaanstad is de meest machtige, het meest machtige land van deze wereld. En die zit niet in de EU. Nee. Maar Herman van Rompuy, dat was een jezuïet. Die is van meneer De Pas. En die was president van de Europese Raad. De eerste. Dus Vaticaanstad is geen lid van de EU. Maar bepaalde toen Herman van Rompuy daar zat, met een hoofd wat ongetwijfeld net zo lelijk was als het hoofd van Hegel. Je weet het wel, hè? Die hele lelijke filosoof. Waarvan Arthur Schopenhauer zei, nou, frenologie, daar geloof ik op zich niet in. Behalve als ik weer de lelijke kop zie van Hegel, dat ik denk van ja, er zit toch wat in. Want hij ziet er net zo lelijk uit als dat hij schrijft. Hegel is die man van de Hegeliaanse dialectiek. Type het in op je arme luis en Wikipedia. Dan weet je gelijk wat het is. Dan snap je ook hoe de PVV en de FVD werkt. Dus de CDA en PvdA en zo, die zeggen ja, pro-EU en we willen meer maatregelen, want het Nederlandse volk, ja, wij weten zelf namelijk, ja, wij zijn Nederlander en je weet wel, Nederlanders die kunnen niet zo goed nadenken en zeker niet besturen, dus ja, het lijkt ons het beste dat er een big mama is die ons in de gaten houdt, want anders gaan we alle kanten op, dus de pro-EU, pro-EU, pro-EU. En dan aan de andere kant, Thierry Baudet, Geert Wilders, anti-EU, anti-EU, anti-EU. Ja. En wij maar denken, het gaat wel de goede kant op. Nee. Je krijgt gewoon nog meer EU, natuurlijk. Maar als het geen EU wordt, dan wordt straks worden, krijgen we de Wereldunie of zo. We hebben nog maar één leger en dat staat direct onder aanvoering van de Verenigde Naties. Of ik weet niet wat ze gaan doen. In het boek Openbaring staan de getalsmatige verhoudingen. Hou het getal 7 in de gaten en het getal 10. De kleuren scharlaken en paars. Ja, purple is toch paars? Scharlaken is een soort van rood. Scarlet en purple. En de getallen 10 en 7. Ja? En dan zie je het wel ontwikkelen. Dat is de antichrist. Dat is niet je vriend, jongen. Ik denk dat wij rustig kunnen zeggen tegen onze regering van jullie hebben ons bedrogen. En we willen jullie nooit meer zien. Die Marianne Thieme met de Partij voor de Dieren. Ja, ga lekker naar IJsland toe en de ijsberen redden. En hou op met het zeuren tegen ons. Iedereen weet hoe slecht we ervoor staan. Mijn dochter die zat op het middelbaar onderwijs. En toen belanden ze dan eindelijk in de tweede klas, derde klas. Ze zeiden, nou fijn hoor. Mag ik eindelijk tijdens de lunch ook in de kantine zitten? Want dat de brugklassers, die moesten op de trappen zitten. Hun boterhammetjes eten. En toen kwam er ook nog een plan van school. Dat dan de kinderen alvast zouden leren hoe het is om te werken in het schoonmaakbedrijf. Want de school had geen geld meer om een schoonmaakbedrijf in te schakelen. En ze dachten, ja, we hebben toch al die leerlingen. We kunnen die toch wel gaan dweilen?
En waar is Marianne Thieme dan? Waar is de Partij voor de Mensen? De Partij voor de Menswaardigheid? Hé? Nee, Marianne Thieme die maakt zich druk over de kweek van nertsen. Alsof dat zulke aardige beesten zijn. Er staat zo'n filmpje op internet en dan kan je zien hoe een ijsbeer een zeehond verorbert. En die zeehond is het er helemaal niet mee eens. Maar die ijsbeer zegt, ja, ik heb jou gevangen, dus nou moet je je mond houden. Even kijken hoe je proeft. En die zeehond, hey, ik ben nog helemaal niet dood. Ja, die ijsbeer, ja, ik hou van verse zeehond. Hou je mond. Niet lullen tijdens het eten, ja? En iedereen wil de ijsberen redden. Ja, want Marianne Thieme zo. Ja, de ijsberen zijn zielig. Ja, moet je even kijken hoe ze zeehonden eten. Hè, Marianne? Thieme. Maar reken maar dat zo'n ijsbeer ook wel zo'n veganist lust, hoor. Van welke kerk is ze ook alweer? Remonstrant is het. Een remonstrantse veganist? Wow, een ijsbeer doet er niet moeilijk over. Hè? En dan wordt Marianne Thieme lekker vers gegeten. Dan mag Marianne Thieme de mond houden, terwijl de ijsbeer proeft hoe haar dijen smaken. Gaat over zich. Partij voor de dieren. Wat moet je ermee? Heel Nederland is naar de ratsmodee. Kijk, vroeger was Arnhem een stad met een hartstikke leuke middenstand. Ja, de 3, 4 viswinkels, dat is niet alleen de markt, die had je ook nog. Op die markt had je dan textiel en Anja zoetwaren en ja, van alles, man. Een notenbar, een zuidvruchtenbar. En dan de middenstad in de stad. Je kon rotan meubels kopen. Echt van alles. Meerdere muziekhandels waar je gitaren kon kopen, en blaasinstrumenten. Zeg maar. Allemaal weg. Het begon met de komst van de Vrome Dreesman. Dat heeft een aantal middenstanders behoorlijk de kop gekost. En dan kan je nog zeggen, ja, dat was een Amsterdams bedrijf. Ja, maar inmiddels is de Vrome Dreesman ook pleiten, hoor. En die middenstand, die dus door de Vrome Dreesman eruit is geconcurreerd, die komt niet terug. Ja, man. Want zelfs de V&D kon de kop niet meer boven water houden. De Bijenkorf is pleiten. De HEMA, daar hoor je helemaal geen positieve berichten over. De Blokker, die zat laatst ook dan in zwaar weer en heeft de bank gezegd van oké, jullie krijgen een overbruggingskrediet of zo. Maar dan moet je wel meer gaan verkopen. Ja, kennelijk koopt iedereen zijn stofzuigerdoekjes via internet. Dat ook niet waar is. Mensen hebben geen geld meer. Nee, vind je het gek? Er is 500 miljard euro uit de Nederlandse economie weggevloeid de afgelopen jaren naar een of ander zwart gat, wat dat teruggaf allerlei onzin. En verplichte opvang van mensen die hier helemaal niks te zoeken hebben. Toch? Wat moet een Syriër nou hier in Nederland? En ik dacht ook, er zitten hier ook Somaliërs. Maar die doen helemaal geen flikker. 70% van de Somaliërs die hier in Arnhem zitten, dat weet ik dan, die werken niet. En die 30% die wel werkt, die heeft een deeltijdbaan. Met 2 dagen in de week trapportieken schoonmaken. Waar wij ook niet op zitten te wachten. Tenminste, hier in deze portiek wordt voor mij elke maandag gaan ze de boel schoonmaken. En dan geeft er herrie, man. Er zit zo'n stalen, ijzeren constructie waar je wel handig als je omhoog wil lopen. Dan kan je een beetje vasthouden. Maar dan gaan die jongens zo klink, klink, klink. En ik werk vanuit huis. En dan denk je, oh, zijn ze nou nog niet klaar? En dan volgende week maandag, ja, hoor, dan gaan ze weer. Ja, dat zal weer verplichte tewerkstelling zijn van een stelletje Syriërs of Eritreërs. Nou, Eritreërs komen ook weer naar binnen. Daar gaan we aan kapot.
En in zo'n land als Hongarije, die heeft er gezegd, nou, het is wat ons betreft even genoeg geweest, hoor. En dan zegt Zweden, zegt dan, nou, dan moet Hongarije een boete krijgen, want als Hongarije ze niet opneemt, dan moeten wij ze opnemen. Nee, Zweden hoeft het er helemaal niet op te nemen. Is dat nou? Kneuterbreut. Waarom is Zweden verplicht om immigranten op te nemen? Sinds wanneer staat dat nou weer in de Bijbel? Hij die niet werkt, zal niet eten. Dat staat in de Bijbel. En mensen die een puinhoop maken van hun eigen land en dan bedenken, nou dan gaan we in Nederland op onze reet zitten. Want dat is de reden dat er zo'n puinhoop is in die landen. Omdat niemand een reet doet, behalve erop zitten. Punt. Of ze weten niet wat ze moeten doen, of ze neuken te veel, ze krijgen te veel kinderen. Het maakt me niet uit. Maar Casablanca, dat is een regelrecht rampgebied. Iedereen zit hier te klagen over luchtverontreiniging en toestanden. Nou, ga eens even in Casablanca kijken. Dat wordt hier in Nederland, zou dat niet geaccepteerd worden hoor. Dat is gelijk alarm fase 23. Maar in Casablanca hebben die Marokkanen iets van, oh, we heten hier het Witte Huis. Dat is Casa. Casa is huis en Blanca is huis. Blanca is wit. Het Witte Huis, oh, dat is wel een mooie naam voor een stad. Dus dit is een hele mooie stad. Ja. Neem maar eens een luchtmonster daar. Dan schrik je kapot, jongen. Dat weet ik, want Rashid is daar namelijk geweest. En Rashid ken ik tamelijk goed. Die was blij dat hij weer terug was in Nederland. Oh, zei hij, hier is het tenminste netjes geregeld. Ja, maar het is niet onze taak om iedereen uit Casablanca en omgeving hier een fijn bestaan te bezorgen. Omdat ze niet in staat zijn om hun eigen stad een beetje schoon te houden. Het vuilnis ligt daar elke dag op straat, hè. Er is geen Marokkaan daar die zich bezighoudt met wanneer wordt de vuilnis eigenlijk opgehaald en dan doe ik het vanavond van tevoren langs de weg zetten. Nee, ben jij maf, als een Marokkaan daar wat rotzooi heeft, dan plettert hij dat op de stoep. En er komt heus wel een keer iemand langs om dat op te ruimen. En stinken, jongen, want je hebt daar temperaturen van 30 graden Celsius en zo. Ja, dus nog aan de kust, dus het mag nog vochtig zijn ook. Nou, ha 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 ha. Heel ongedierte erbij. En het verhaal van een vrouw en haar moeder, die was dan gescheiden van de vader en om toestanden. En die was dan een nieuwe romantische relatie begonnen met een Marokkaan. En die nam dan haar kinderen mee naar Marokko, naar een leuke vakantie bij oom Hassan. En toen ging die vrouw in kwestie, ze lagen al te slapen allemaal. En een minuutje of 12 moest ze plassen. Dus ze gaat naar het toilet. En dan komt ze dat toilet binnen en dan hoorden ze al een soort van geritsel of zo. Hè? Wat is het toch? Doet ze het licht aan in het toilet? Was er een behang van kakkerlak? Ik laat even een pauze vallen. Ja, en dan komen dat soort viezerikken die dat heel normaal vinden. Want die mensen in dat huis, die hadden we zo kunnen zeggen van, goh, we hebben allemaal kakkerlakken, waar komt dat vandaan? Nou, zal ik je even uitleggen. Kakkerlakken komt dat je etensresten laat slingeren. En als je ze één keer hebt, ja, dan krijg je ze moeilijk weg. Maar je kan ze uithongeren. Gewoon hygiëne, hygiëne en nog een keer hygiëne. En alle gaatjes die je hebt in de plinten en alles, ja, om het afkitten. Die kakkerlakken zitten natuurlijk achter de muur. Die? Alle gaatjes opzoeken, alles afdichten. Ja, het is even werk. Maar anders heb je inderdaad een behang van kakkerlakken, bijvoorbeeld in je toilet. Dat maakt die kakkerlakken niet uit hoor, die neuken toch wel hoor. En die kunnen hard lopen joh, je kan ze niet doodslaan, dat ben je lekker vergeten. En zo'n Europese Unie die gaat ons dan lopen vertellen dat wij al die mensen maar moeten opvangen. Je hebt ook nog een centraal opvangcentrum asielzoekers, COA. Opvanginstituut of zo. Nog een landelijk instituut is er ook nog.
Plus al die afzonderlijke dingen. En het gedoe met Marianne Vaastra, dat zijn we ook nog niet vergeten. Dat die Ali Hassan, die zat dan op dat asielzoekerscentrum. Maar even later zat hij dan op het vliegtuig naar de bruiloft van zijn neef. En dan hier in een asielzoekerscentrum. Terwijl hij gewoon heen en weer kon reizen naar Turkije. En dan zeg ik niet dat hij Ali Hassan het heeft gedaan. Dat weet ik helemaal niet. Ik weet alleen maar dat die jongen toen Marianne Vaastra, met een heel naar verhaal. En die was er 's morgens gevonden in een weiland, vlakbij het asielzoekerscentrum de Poolplaats. En de Poolplaats, dat was vroeger een camping. En er zaten dan nu buitenlandse mensen op onze kosten een beetje te barbecuen. En nog gewelddadig gedrag ook, we gooien met tv's en zo. Belachelijk. Geen respect. En Thierry Baudet met zijn FVD, als die man niet snel opschiet met serieuze stappen te zetten, wij willen zo snel mogelijk dezelfde status als Zwitserland. En weer een eigen valuta, dat zal een heel gedoe worden, maar daar hebben we toch wel genoeg financiële experts voor. En anders moeten ze mij maar inschakelen. Want je moet dat doen met digitaal geld natuurlijk. Digitaal geld en in plaats van pinautomaten iets wat vergelijkbaar is met een cadeaubonprinter. En allemaal bonnetjes met een barcode erop natuurlijk. Of zo'n QR-code. Zo moeilijk is dat niet. En elke bankier die niet mee wil werken, trekt met bankiersvergunning in. Want die wordt beperkt, die mogen alleen maar euro doen. Dan gaan we langzaam van de euro af. De euro is dan leuk om te handelen met het buitenland. Ja, klaar. Maar de handel binnen Nederland, dat doen we lekker in de florijn of in de gulden, zeg maar. Klaar. Als de Nederlandse overheid geld nodig heeft, dan gewoon even een paar klikjes in de computer, hebben ze er zo een miljoen bij. Dat maakt geen donder uit. Als de Nederlandse overheid geld nodig heeft, en dat beslist het parlement. Als er geld nodig is voor een infrastructureel werk. Ja. Maar je bent toch Nederland, je hebt toch je eigen valuta. Hoeveel heb je nodig? 10 miljoen, alsjeblieft. Ja, maar dan krijg je inflatie. Ja, precies. Je hebt een infrastructureel werk en dat moet klaarkomen, afkomen. Dat kost zoveel, ja. Maar dat moet betaald worden. Het moet eerst gebouwd worden en dan betaald. Die inflatie, er zit een vertragende werking in. Eerst is die brug klaar. Of verbreed, of whatever. Iedereen lekker, oh wat fijn zeg, de brug is verbreed. Ja. En dan daarna gaat de prijs van brood omhoog. Ja. Omdat die brug gedingest is. Maar je hebt eerst het voordeel en dan, ja zo werkt het met inflatie. Maar niet als je werkt onder een Europese munt. Want de euro, dat is killing man. Ten meer dat je landen hebt zoals Italië en Spanje en Portugal. Daar heeft het een heel andere arbeidsethos. Door de jeugdwerkeloosheid in Spanje, dat is schrikbarend, man. En dat heeft dezelfde valuta als wij. Ja, maar dat is de bedoeling niet. En zo lopen wij mee te betalen aan het wanpresteren van domme burgemeesters en dergelijke. En dan wil ik niet zeggen dat al die burgemeesters hier in Nederland allemaal zo slim zijn. Want wij hebben ook zo onze lekkere dingetjes gedaan. Want die hadden dat gedoe met IceSave of zo, hè? Bij die IJslandse bank. Ja, er zat ook een of andere Nederlandse gemeente. Had er eventjes wat miljoenen gestort. Bye bye met je poen. Ik vind ook helemaal geen taak van een gemeente om te investeren. Als je er te veel geld in hebt. Als je geld in kas hebt, ja, geef het terug aan de burger. Door een gemeente is niet een BV, snap je? Bij Nederland zijn verworden door de maatschappij van slaafjes.
En dan heb je subslavendrijvers en de echte slavendrijvers. En die zaten allemaal gratis te barbecuen en om te gaan met blondines en cocaïne snuivende brunettes. Op onze kosten en ze lachen ons regelrecht uit. Het moet afgelopen zijn. En dan niet gele hesjes, daar zit ik niet op te wachten. Iedere week een ruil. Je moet er maar mensen de gevangenis in gaan, net als Nelson Mandela. Niet dat ik een fan ben van die leugenaar. Hier in Arnhem heb je de Nelson Mandela brug. Daar wil ik ook gelijk van naam veranderd hebben. Ik wil die naam nooit meer noemen. Ja, maar ben je dan antiracistisch? Nee, Nelson Mandela was een klootzak. Dat vind ik. Kill the boers, kill the boers. Dat is Nelson Mandela, hè? Perry, wat zijn de boers dan? Zijn dat de broers? Nee, de boers. Ja, maar dat woord ken ik niet. Hoor. Dat is Zuid-Afrikaans. Ik zal het je vertalen op zijn Nederlands. Vermoord de boeren. Ja, maar is dat racistisch? Nee, joh, helemaal niet. Kom je erbij. Nou, precies, Perry. Wat zul je doen? Nee, het waren allemaal blanken, hè, die boeren daar. Dus hoe kan je nou Nelson Mandela betichten dat hij racistisch bezig was toen hij Kill the Boers aan het zingen was? Er ging hem er puur om. Maar ja, die landbouwgrond, als daar boeren op zitten, dan komt er allemaal voedsel van. En dat willen we niet hebben, want wij zijn heel verstandig als Nelson Mandela Incorporated. En we hebben alle boeren moeten dood. Dus ook als je zwart bent en je bent een landbouw aan het doen, ja, dan word je vermoord. Dat is beter voor de economie. Als Nelson Mandela. Als jij niet gelooft dat het een racist is. Tuurlijk was Nelson Mandela een racist. En een Knight van Malta. En die stond onder controle van de katholieke kerk. Dus. En hij heet hier nog een brug naar hem. Gadverdamme. Nee, er moet nog een hoop veranderen voordat Nederland weer net zo welvarend wordt als dat het was in de jaren 60. Want toen ging het lekker. Wat een mooie universiteiten, goede hogescholen. Gescheiden onderwijs voor meisjes en jongens. De jongens gingen naar de HBS en de meisjes naar de MMS. De lager opgeleide jongens gingen naar de LTS of de MTS. De meisjes naar de huishoudschool. Ik heb hier zo'n kookboek, hè, van de Amsterdamse huishoudschool. Dan moet je eens kijken wat voor recepten erin staan, man. Dan moet je nagaan dat jij als kerel, heb je zo'n wijf hier, die is naar de huishoudschool geweest. Die heeft dat kookboek gehad. Er was maar één kookboek leidend hier, hè. Wanneer? Nee, jongen. De hele secties zijn gewijd aan de luxe maaltijden. Dat je echt even in de bus gaat blazen. Met een mooie, heldere ossenstaartbouillon vooraf. En een bavarois. Als toetje. Kijk, dat waren leuke tijden. Nee, maar dat was heel saai. Want ik had het boek De Avonden van Gerard van het Reven. En nou, dat was echt niet leuk hoor, die tijd. Tjie. Gerard van het Reven was een sodomiet. Was een reetridder. En die zat de Nederlandse samenleving af te zeiken met een of ander zelfverzonnen verhaal. Ja. Ik hou niet van reetridders. Punt. Ik heb ze vaak genoeg meegemaakt en werd er heel erg open en eerlijk. Ja, uiteindelijk gaat zo'n vent dan toch in je, ja, aan je billenpartij een beetje zitten friemelen. Tot ze zegt, hap je zin. Ik zeg, flikker op. Nee, natuurlijk niet. Ik hou niet van reetridders. Maar als jij er wel van houdt, maakt me niet uit. Niet bij mij in de buurt. Ja, doei. Nou, Thierry Baudet is tenminste geen reetridder.
staat hier iemand, dat artikel onder die Fritsland toestel, vraagt iemand, waarom gebruikt Zwitserland de euro niet? En iemand anders zegt, omdat ze niet bij de EU zitten. Ja, al zit je wel bij de EU, je wil de euro, wil je toch niet? Zwitserland heeft ook een mark of zo, een Zwitserse mark. Dat is toch prima munt. Klaar. Kan je overal in Zwitserland mee betalen. En als je dan naar het buitenland wil, dan wil je, tegenwoordig kan je naar binnen, toch? Vroeger moest je travelers checks kopen. En dan betaalde je dan een bepaald percentage. En dan kon je in het buitenland zo'n travelers check inwisselen. En dan had je de lokale valuta. Was ook heel makkelijk hoor. Daar heb je helemaal geen euro voor nodig. Euro is hartstikke gevaarlijk. Om de productieve zones even gelijk te stellen. Van, ja, iedereen is gelijk. Het is allemaal egalitair. En één munt is genoeg. Ga er weg. Levensgevaarlijk. Echt dodelijk. Ja, dit was mijn verhaal over het bedrog van de FVD. Die een van hun medewerkers een fijne baan laat hebben. En dat is ongetwijfeld boven de balken en de norm, hoor. Maar zo'n leuk inkomen, jongen, wat die vent gaat krijgen. Plus een dienstauto, plus zoveel dagen vakantie per jaar. Plus dit, plus dat. Onkostenvergoeding, ziektekostenverzekering op A-niveau. Even een geintje. Ik had op mijn vingers al een zwart plekje. En daar had ik al zitten krabben. Ik kreeg hem niet weg. En vandaag zat ik nog steeds. Ik denk, fuck, dat is toch niet een melanoom? Dan ben ik de bokken. Zo'n huidkankerding. Ik denk, ja, ik probeer nog even te krabben. En toen liet hij los. Het was gewoon een schilfertje, weet ik veel wat. Misschien een oud stukje plakkerige hars of zo, wat hier nog lag. Oké, nou weer een probleem opgelost. Hoef ik weer niet naar de dokter. Hey, reuze bedankt voor het luisteren. Ik stel het erg op prijs. Neem ik serieus. Dit probleem lossen we niet zo 1, 2, 3 op. Want de FVD gaat niet meewerken aan een nexit. Dat kan je vergeten. En als je er wel op hoopt, dan raak je zo dadelijk erg teleurgesteld. Zeg ik. Maar voorspellen is moeilijk. Vooral als het om de toekomst gaat. Zeggen de Chinezen. En daar hebben ze gelijk in. Maar ja, resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. En dat is niet waar. Want alleen resultaten uit het verleden bieden een garantie. In zekere zin voor de toekomst. Als je niks van het verleden weet, dan weet je ook helemaal niks over de toekomst. En we zitten al, ik weet niet hoeveel jaren, die accountantskantoren die brulden in eind jaren 90 moord en brand over die Europese maatregelen. En zeiden toen al, dit is slecht voor de Nederlandse economie. Dit maakt de administratie onnodig ingewikkeld. En je hoeft als bedrijf maar één klein foutje te maken en het kost je geld. En daar gaat je winst. Daar heeft niemand wat aan gedaan. En dat is inmiddels meer dan 20 jaar geleden. En dan nu plotseling zou er wel wat gaan gebeuren? Albert Einstein heeft gezegd, hetzelfde experiment blijven uitvoeren en de volgende keer verwachten dat je andere resultaten krijgt, is een teken van idioterie. Dus bukkel op mensen. De BTW gaat naar 23%. Tussen nu en 3 jaar, 4 jaar, 5 jaar, maar zeker tussen nu en 10 jaar. Want die EU hongert naar geld. En dat komt omdat die brunettes en die blondines voor de afterparty steeds duurder worden. Dus, beste lieve leerlingen, maak je dan geen zorgen naar de kloten
gaan we gezamenlijk. En dat schept een band. En daarom zeg ik op zijn Hamburg, de stad die toen gezamenlijk naar de kloten ging, omdat Harry de bommengooier uit Engeland in opdracht van de paus die hele stad in lichte laaien heeft gezet, zeg ik op zijn Hamburgs, tjus en dag lieverds.